De derby 2, derby 1 was je er niet bij. Heb je het tot stuk wel gezien? Nee, ik heb het toen gemist en ik weet niet waarom. Waarschijnlijk omdat ik met andere dingen bezig was en dat ik het niet gezien heb. Ik heb dan een dvd gekregen. Ik krijg hem niet open, maar ik ken ook niks van computers, dus dat ligt aan mij. Dat ligt niet aan die dvd. Dus voor u is een derby 2 beter dan derby 1, veronderstel ik? Beter, ik kan niet zeggen. Ik weet niet wat een 1 was, dus ik hoor daar heroïsche verhalen over. Dus ja, maar het gaf mij wel goed om een derby 2 te doen. U speelt een fanatiek supporter van Beerschot. Bent u ook supporter van Beerschot? Ja, soms heeft een mens geluk in zijn leven. Hè. Dus ik geef mij een rol dat ik denk van, daar kan ik 100% achter staan. Ik ben Beerschot supporter van kinds af, zeg maar. Mijn vader was een zware Beerschot supporter. Niet dat wij echt heel veel naar wedstrijden gingen kijken, maar mijn vader had ook nog heel veel vrienden die in het bestuur zaten van Beerschot. En ja, ook van jongs af aan was hij Beerschot supporter en ik ook. Maar de laatste jaren is dat, hoe moet ik zeggen, geminderd. Ik ben geen fanatieke Beerschot supporter en ik merk dat ik minder voor ploegen supporter dan wel voor spelers. Ik zie bepaalde spelers echt graag spelen. En bijvoorbeeld als Lozano van Beerschot naar Anderlecht gegaan is, ben ik voor Anderlecht beginnen supporteren, omdat ik was een ongelofelijke fan van Juan Lozano. Hebt u dan ook in het stuk zelf dingen ingebracht? Of is het echt allemaal geschreven? Want als je zelf Beerschot zijn, er zit heel veel historiek in en zo. Mm. Hebt u daar zelf aan toegebracht aan die stukken? Of is dat allemaal voorgeschreven? Goh, we zitten denk ik nu in een stadium dat we eigenlijk niet meer weten van wat stond er nog in het oorspronkelijke stuk. En wat hebben we er nu zelf allemaal bijgevoegd? Dus er zijn inderdaad dingen bijgekomen. Maar ik denk, wat de historiek van de twee clubs betreft en ook het hele spelletje dat nu gespeeld wordt over het gemeenschappelijk stadion en de strijd tussen Hofmans en Van Oppen, dat is geschreven. Ik ben niet zodanig thuis in dat soort sportjournalistiek om te zeggen van ja, ik volg het allemaal en ik weet het eigenlijk wel. Mark en Dirk zijn daar krakken in en die kennen alles. Dus wat dat betreft, wat de feitelijke dingen betreft, in de strijd tussen Antwerpen en Beerschot, en daar zijn we doorgegaan op van wat zij geschreven hebben. Ik denk dat we uiteindelijk misschien meer theatergrappen hebben gemaakt of grappen die voor niet-kenners ook leuk kunnen zijn dan alleen maar voetbalgrappen. Omdat we toch ook proberen van het publiek aan te trekken dat gewoon graag naar het theater gaat. En dat zegt van ja, oké, dat is dan een stuk over voetbal. Maar je moet geen expert zijn om het te kunnen appreciëren.